dit is van de Witches en vandaag zit Gnaast. Ilios. En vandaag gaan we onze score zeggen van het park. Ja, we gaan een rating Aloha. Geven aan de camping Aloha. Zoals de vorige keer bij Dit is Blue trouwens de laatste vakantievlog trouwens ook. Ja, de laatste vakantievlog. We doen elke keer dan bijna hetzelfde. En hier hebben we de twee briefjes. Waar wat? Veel dingen gaan we zeggen op wat we geven? Cool. Misschien moeten we dat zeggen wanneer het gebeurt. Oké, ja, dat kan ook. En we geven trouwens een score op 10. Ah ja, dat is mijn blad. Dus hierachter staat alles. En we op elk, er zijn 5 onderdelen. En op elk geven we 2. En dan komt het uit op 10. Komt het uit op 100. En dan weet je het procent. Oké, onderdeel 1 is veiligheid. Veiligheid. Jij mag beginnen met iets over te zeggen. Oh, dat kwam wel een beetje onduidelijk in beeld. Ja, ja. Was ja. duidelijk? Ja. Oh, nu ja. hebben we alles Ja, ideaal. Wacht, dat is gebleurd. Oké, veiligheid. Ja, vertel jij maar eerst. Ben jij veilig? Ja, ik vond de camping eigenlijk heel veilig nog. Buiten dat het in 2 delen opgesplitst was. Dat wist ik al van in het begin dat het een beetje minder ging zijn. Maar ik vond dat ze het wel goed aangepakt hebben. Het was natuurlijk ook een straat waar niemand rijdt, want niemand rijdt naar de rondpunt. Wat hebben we ieders een keer hadden zien staan in vakantieblog. 3 uit mijn hoofd. Waardoor de camping Kijk zelf. maar ja, ik vond dat wel ja, nog ça va. Buiten een paar keer toch wel dat er daar wel heel wild gereden wordt door ook eigen auto's. Ik denk dat ze daar soms aan 30 per uur echt wel doorrijden, ja. Terwijl de max normaal 10 ligt. Maar, ja. Want misschien hebben wij dat gefilmd van die bordjes die er staan. Misschien kan je daar een screenshot van nemen of niet. Ja, ik weet niet. Want... Ik denk het wel. Ja. Dat kwam ook in die derde van Kansas. Misschien kan je daar een screenshot van nemen en die ergens plakken. Want er stond overal, bijna in elke straat stond er een bordje. Dat zit niet te kijken, want er komt iets in ons beeld. Bijna overal stond er iets. Stond er zo'n bordje dat hier in beeld komt. Zo'n bordje. Hier op mijn kop. Ja, op Ida's zijn kop. Waar hier in beeld komt, zo'n bordje stond er overal van dat je 10 per uur kost rijden. Maar mocht rijden. En daarom ga ik misschien een half puntje afnemen, want dezelfde animators of... Ja, die rijden zelf. Die rijden echt niet 10 per uur. Sorry dat ik het zeg, maar jullie rijden niet 10 per uur. Dat was iets aan 30 per uur dan. Ja, minstens. Want ze zeggen dat 10 per uur, omdat er kleine kinderen meestal naar het park gaan en zo. En... dus we gaan onze rating nu geven. We zien jullie zo. We gaan nu onze punten geven. We weten de punten van elkaar nog niet. Nee. Dus Ilias, jij mag zelfs eerst geven. Oké, ik heb een... Toedoe. Oh joh, jullie zien het helemaal omgekeerd, of niet? Ja, volgens mij wel. Ik weet het niet. Ja, misschien niet. Misschien niet, nee. Maar alsinds, het is een 1,5 voor veiligheid. Dus 1,5 voor 2. Ik heb hier net gezegd van dat snelrijden, dat sowieso een puntje afgenomen wordt. Dus ik heb een half puntje, dus ik heb ook... Oh, nu moet ik weer blurren. Ik heb ook 1,5. Dan moet hij dat weer blurren. Ik heb ook 1,5. We hebben allebei 1,5 voor de eerste. Dus laten we voortgaan naar onderdeel 2. Goed, nu onderdeel 2. Eindelijk, jee. Onderdeel 2 is zwembad. Ja, dat is niet moeilijk om over te reten, denk ik. Nee, want het zwembad was geweldig. Daar gaan we geen woorden aan vuil maken, het was goed. Ja. Volgens mij buiten één nadeel, het was heel warm en je mocht je slippers niet aanhouden. Ja. Dat is het enige maar ik denk Allee, dat we slecht. Allemaal, ik denk dat we allemaal weten wat de punten gaan zijn voor dit onderdeel. Ja. Maar we gaan ze nu schrijven voor jullie, want we hebben eigenlijk helemaal niks slechts hierover te zeggen. Want je mocht duiken, blijkbaar, in dat tikkertje. Had Mauro geduikt achter mij en ik dacht dat het niet mocht. Dus ik zei tegen Mauro, ga vragen naar de redder, want ik weet sowieso dat het niet mag duiken. Want sowieso, waarom zou je duiken? En dan vroeg hij het en dan zei die duiker, ja, je mag duiken. En ze dat je duikt bij de baantjes. Ja. Maar de eerste keer toen we waren, was het vol met baantjes en dan mocht je niet duiken daardoor. Nee. Dus daarom... En nu mocht je ineens wel duiken, want die sprong letterlijk over al die mensen heen, achter mij in het water. En dan vraag ik me af, waarom mag je niet duiken? Kom op! Maar oké, we gaan kijken nu naar ons onderdeel van het zwembad. Let's go! Ja, voor dit weten we het... mijn punt? Ja, voor dit weten we het allemaal ik eigenlijk wel. Ik heb zeker geen 0. Ik heb... Oh... Bleuren! Even 2 op 2. Ja, zwembad. En natuurlijk ik ook. Een 2 op 2. Voilà, 2 op 2.
Ja. Omdat het zwembad... U 2 is een beetje gebogen, hè? Dus ja, B is omgekeerde S. Maar, dus we hebben 2 gegeven. Ik denk, iedereen weet het misschien wel. Want je had waterglijbanen, je had een binnenzwembad letterlijk. Want bijna geen enkel park heeft een binnenzwembad. En niet een klein binnenzwembad. Het was echt heel groot. En... Weer komt er iets in beeld. Een binnenzwembad had je, een buitenzwembad, een kinderzwembad. Een soort van... zeetje had je. Je had een babybad. Ja. En je had zo echt een... Dat zou normaal een golfbad geweest zijn, hè? Ah. Maar ja. Die was nooit open. Nee. En een splashgebied had je of zelf. Wat vond jij het beste eigenlijk van het zwembadgedeelte? Ja, misschien weet iedereen het. Ja, oké, buiten de waterglijbanen. Kak! Kak! dan vond ik het leukste... Oh, het is moeilijk. Ik denk dat het gewone zwembad. Ik het binnenzwembad. Ah ja, het binnenzwembad was ook wel leuk. Ja. Ik vond het leuk. Een splashgebied, sorry, maar dat was niet voor mij. Het enige wat ik deed was waterglijbanen. Ja, maar die mag je niet zeggen. Nee. Okay, ja, laten we doorgaan naar onderdeel 3. Onderdeel 3, de omgeving. Qua. Ja. Omgeving, ja. Ik zou het denk ik wel zeggen. Dus je had bij de omgeving, misschien kan je als een kaart editen, maar dat is te veel werk. Er komt hier een kaart in beeld. Yay. Want je had een eerste gedeelte en dan een andere gedeelte. Ja, dat heb ik net ook al gezegd, hè? Ja. Oké, doe maar verder. Maar, dus, dat eerste gedeelte werd... Alleen, volgens mij denk ik dat dat eerste gedeelte eerder werd gebouwd en dat andere deel er later is bijgekomen, omdat dat eerste deel echt... Sorry dat ik het zeg, maar sommige huisjes waren echt oud. Maar gewoon de baan was... De baan was echt rommelig. En dan had je daar aan het andere gedeelte, waar wij zaten, het tweede gedeelte, Ilias. Ja. Maar er komt weer al iets in beeld. Ja, maar het is hetzelfde, dat herhaald wordt. Dus dan komt er weer al iets in beeld. Maar dat maakt niet uit. Ja, nee, niet in beeld. Oh, was er niet in beeld. Dan komt er weer al iets in. Met Tour de France, oké. Tour. Maar nee, dan aan de tweede kant waar wij zaten, daar was het ineens... Geen rommelige baan. Alles was gloednieuw. Je had een voetbalplein dat echt gloednieuw was. Alleen zat er een gaten in het net. Dat was wel een beetje raar. Zo van boven, als je naar boven keek. Ja, okay. En je kon blijkbaar ook niet gooien langs de zijkant, want ik voel altijd tegen het net. Maar buiten voetbal omgerekend, vond ik het echt... de omgeving was echt geweldig. Maar omgeving gaat ook een beetje buiten de camping, hè? Ja. Niet alleen de zee had je. Ja. En... Ja, de zee had je, winkels had je naast ons, een paardendeel. Ja, en wat had je nog naast ons? Minigolf. Ja, minigolf. Je had veel leuke dingen naast onze camping. Ja, ik heb er eigenlijk weinig op toe te voegen. Eigenlijk niet veel. Het waren ook geen drukke banen per se naast jou. Alleen naast de camping, dus ja. Nee. Hij heeft eigenlijk alles al gezegd. Ja. Dus laten we onze punten nu geven. Let's go! Punten. Goed, en we gaan onze punten geven. En Ilias mag weer. Jij mag een keer. Oké. Okay. Ja. Yay. Ik geef een 2. Niet te ver. Blurren. Ik geef een 2. En Ilias geeft een... Oh. Een 1. Een 1? Een 1, ja. Een 1 op 2. Vooral een 1? Ja, waar, de omgeving was toch twee? Geweldig? Waarom een 2? Omdat de omgeving geweldig was. Ah ja. Ja, ik weet niet. Ja, het was... Goed. Het was ouderwets. De omgeving kon beter. Ik bedoel, buiten de camping. Buiten de camping. Maar daar kan de camping zelf niks aan beslissen. Nee, maar... Dat denk ik dan. Daar kijken we wel naar. Ja. Als je buiten, zet een camping in Spanje. Stel, je hebt buiten de camping gewoon een meer. Dan zou dat nog ça va zijn. Maar nu heb je gewoon huizen en andere campings, ja. Daar heb je niet veel aan als je op een andere camping zit. Ja. Dus ja, dat is een 1. Okay. En ook gewoon, het is in 2 delen. Ja. Ja. Laten we doorgaan! Yeah. En nu gaan we naar onderdeel 5. Nee, 4. 5. 5, dit is nog iets anders. Onderdeel 4. Activiteiten. En activiteiten. Ik vond het geweldig. Activiteiten, ik vond het goed. Ik vond het goed, ja. Ja. Voetbaltoernooi vond ik minder goed.
Nee, want dat wordt echt slecht georganiseerd. Ja, sorry, maar... We hebben misschien het niet gefilmd, want de vorige keer hadden we het wel gefilmd. Maar... Met een prachtige goal van... Nee, okay. Ja, het is zo... Je mag niet je team kiezen eigenlijk een beetje. Ik vond het ook leuk. Op woensdag waren zo speciale dingen tussen animators of tussen vakantie. Mensen. Daar hebben we niet aan meegedaan, maar... Nee, maar dat, het zag er wel leuk uit. Aan. Leuk aan, wat? Ja, leuk. Leuk uit. Leuk uit. Leuk. Leuk aan. Nee, maar... En als ik dan nog één activiteit... Ik weet niet of het een activiteit is wat ik nu ga zeggen. EK. Ja, dat is een soort van activiteit. Een soort van activiteit. Maar, dat was maar ik vond het geweldig om naar de wedstrijd te kijken. Zeker Frankrijk-België. Ook al in België, is België uitgeschakeld. Ja, en Frankrijk was niet door tussen Spanje. Haha, dat vond ik geweldig. Maar oké. Okay, hij was zeker geen fan van Spanje. Nee. Jamal. Dus... Wat wou ik toen zeggen? Ah ja, wat ik leuk vond tijdens de helft, als Frankrijk altijd speelde tijdens de helft, dat was wel leuk. Waren ze hey, we hebben onze prijs nog niet gehad. Nee! Waren er altijd dingen aan het spelen en wij hadden eens gespeeld en ze vroegen onze naam voor een prijs. Maar iedereen dacht dat we een prijs hadden, ik dacht normaal dat ook. Normaal wel. Normaal wel, want waarom zouden ze ons huis moeten weten, onze naam? Ze hebben ingebroken. Nee. Maar nee, dat vond ik dus leuk. België kijken, Nederland hebben wij ook bekeken daar. Ja, dat is niet online gekomen. Nee. Nee, omdat we hebben niet echt veel gefilmd. Nee. Eigenlijk. Nee. Ja, we gaan onze punten van de activiteiten nu opschrijven. Let's go. En onze punten gaan we nu... Ik heb je punten nog niet genoteerd. Dit is mijn punt. Jalalala. Ias geeft 2-2 voor activiteiten. Want... Ik heb... 2-2. Je hebt veel 2-2's. En dan een volgende... Oh ja, dank je. Zet me anders uit beeld. Hey. Het volgende deel is huisje! Oh, mijn blad. Ga weg met je blad. Dit blad is veel beter, want mijn naam staat erop. Betere beoordeling. Jij hebt nu al een 7,5 van bij de vorige camping. Ah ja. Je kan voor een 9,5 gaan. Ik heb een 6,5. Ik zit nog onder. Oké, huisjes. Eén ding wat ik slecht vond aan het huisje was... Dus, we hadden drie... Misschien kan Ilias daar een foto van inzetten. We hadden drie bedden in de kinderslaapkamer. Oh, ja, eentje ja, voor Ilias, eentje voor Ines. En eentje voor mij. En ik slaapte van boven. Maar Ilias en Ines lagen onder mijn hoofd. Ja, en dat bed ging inzakken elke seconde. Ja, want het bed was letterlijk kapot. Het bed hing met zo'n één ding nog aan de muur. Nog de andere ging helemaal los. En dat was recht boven mijn benen. Hoe ik ging vallen. En dan hebben we besloten voorbij, Hans de vakantie... In een zetel te laten slapen. De zetel was echt geweldig. Het was ook een zetelbed. Een zetelbed, ja. En daar kwamen we pas achter de eerste week van de vakantie achter. Maar ik weet mijn rating. Ja. Huis, ja. Ja, huis. Jullie weten mij nu nogal. Een 2-2. Ik geef het 2-2. Oei, ja. Dus ik heb een beetje te recht. Ik heb een 1,5. Een half punt eraf, omdat het bed eraf viel. En ik had in het ziekenhuis kunnen liggen. Dankjewel. En daarmee komen we Ik hey, ook... Hé! Hey. Ah ja, 90%. 95. Ja, nu weten jullie ook al zo'n cijfer, maar... Ja. Maar ja, ik... Sorry. Ja, dank je. Ja, het is... Ik moet wel nog even rekenen, want ik heb niet echt goed gerekend. Oh, ik heb ook wel een deftig cijfer. Dit is gewoon erdoor. Ik ben te kritisch misschien wel. Ik heb... Ik heb een... 8 op 10 uiteindelijk, 1,5 voor het huisje dus. En 80%. Een beetje kritisch. 80%? Ik heb... Ja, je hebt een beetje beter, hè? Ik heb een 9,5 en een 95%. Maar jij bent niet kritisch genoeg. Ik ben wel kritisch genoeg. Ik heb eerlijk dingen gezegd. Zoals, waarom mogen we niet filmen naar het scherm? Maar dat heeft niks te maken met de camping. Jawel! Moest de camping nou een ticket boeken voor naar het stadion te gaan, was de camping veel beter. Dan gaf ik een 3-2. Dat kan niet eens, maar dan ging ik Maar je hebt een 2-2 gegeven, waarom dan ben je niet kritisch, hè? Jawel. Je geeft geen punten naar... Hetzelfde met dat bed. Het bed valt bij kan naar beneden. Dan was het een cool verhaal voor op YouTube te zitten. En ik lag in het ziekenhuis. Daar moet je nadenken.
En Ida is ook. Ida is ook. Daar moet je nadenken, jongens en meisjes. Nee, eigenlijk echt niet. Eigenlijk moest ik daar een punt voor afgeven. Ja, eigenlijk heb ja ik... maar ja, laat maar. Je hebt het genoteerd. Ja, ik heb het genoteerd, want het huis was geweldig. Dus we gaan naar de outro. Hopelijk voor jullie een like en abonneren. Ah ja, voor hoeveel likes, jongens? Voor 5 likes. Nee, voor 9,5 likes. Ja, 9,5. Doe dan beter 8 likes. Hè. Voor 8 likes gaan we. Nee, dat gaat niet samen. Wacht, als je dit afrondt naar een 10. Ah, we gaan voor 18 likes. En bedankt om te kijken ook naar onze vakantievlogs. Ja. Yay! Als jullie alle vakantievlogs nog een keer willen herbekijken, kan dat via de playlist op ons kanaal. En je kan natuurlijk ook altijd gaan naar onze Qmusic. Community chat. Onze community chat. Daar kan je ook altijd naartoe gaan op WhatsApp. De abbeertjes, je kan daar altijd naartoe gaan. En je kan kijken naar wat wij doen. Welke video's wij uploaden. Want er komen echt nog super veel leuke video's aan. Dus en deze dingen geven we weg. Gratis en voor niks! Yay! Nee. Hopelijk vond je het leuk, like en abonneren en ik zie jullie in de volgende video weer. Doei! Ja. Ah, oh.